Het COVID-19 management team heeft gisteravond een spoedpersconferentie belegd over de ontstane COVID-19 situatie in het land. Directeur Cleopatra Jesrun van het ministerie van Volksgezondheid gaf aan dat er momenteel 18 actieve positieve gevallen zijn in het land. Zij geeft verder aan dat gisteren een epidemiologisch team bezig is geweest om een analyse te maken van de situatie in Paramaribo. Het besluit wat er verder moet gebeuren zal vandaag worden genomen. En morgen zal dat van het gebied waar nu de rode zone is gedaan worden, dat is dus Albina. We zijn dus nu in code rood. We hebben te maken met verspreiding en dat is een zeer, zeer ernstige en zeer droevige zaak voor Suriname. Ik vraag wel aan de samenleving om kalm te blijven en om zoveel als mogelijk de regels in acht te nemen. Bij deze vraagt het ministerie van Volksgezondheid ook aan de burgerij om een mond-neusbedekking te gebruiken als u naar buiten gaat, als u ergens gaat zijn, welke wij ook nu vanaf nu zullen gaan beginnen te hanteren. De mond-neusbedekking, zoals we al eerder ook hebben gezegd, kan van alles zijn. Het mag een zakdoek zijn, het mag een sjaal zijn. Het mag van pangistof gemaakt zijn, het mag van andere iets dikkere stof, katoenen stof, maar je moet er wel goed door kunnen ademen. Steven Vrede, infectioloog en lid van het COVID-19 management team, geeft aan dat wanneer er een nieuw geval bijkomt, er specifiek wordt onderzocht waar de persoon bij de besmetting heeft opgelopen. Daar is op vrijdag een groep mensen heen geweest om alle mensen in dat gebied te onderzoeken en vooral ook te ondervragen. Want we wilden niet alleen weten wie er ziek was, maar ook weten van wie er van elders gekomen is. En wij houden op dit moment vooral rekening met import van COVID-19 vanuit Brazilië. Want zoals u weet is daar een enorme outbreak. En wij hebben dat gebied aangedaan, niet zelf, maar een team heeft dat gebied aangedaan van vrijdag en die zijn vandaag teruggekomen. Ze hebben wel een aantal mensen met lichte klachten gezien. Ze hebben niet echt een oorsprong, een bron kunnen vinden voor de infectie. Maar wij hebben wel een aantal mensen geswapt. Dus een uitkeel, neusuitstrijk afgenomen. En die zijn nu in onderzoek. Het is de bedoeling dat als daar positieve uitkomen, dat die mensen uit dat gebied gehaald worden. En het is ook zeker de bedoeling om voorlopig te voorkomen dat mensen uit dat gebied vertrekken. Want er is daar kennelijk een uitbraak. En om te voorkomen dat dat naar andere plekken gaat, wordt dat gebied op dit moment afgesloten. Steven Vrede, infectioloog en lid van het COVID-19 management team. Hij sprak gisteravond tijdens de spoedpersconferentie van het management team in de congreshal. Momenteel zijn er 18 actieve cases van personen die positief zijn getest op het coronavirus. De reguliere COVID-19 persconferentie van vandaag is in verband met een statement van president Desi Bouterse die nu wordt gegeven, verschoven.